neem jullie weer even mee, maar dit is echt hilarisch. Ik ga morgen op vakantie, dit was wel leuk als we samen even op buitenrit konden gaan. Oh, een zwijn. Zichtig. We zijn hier vandaag een bekende tegengekomen. Ja, heel mooi. Maar ik mocht deze weer uitkiezen voor fotocadeau, eigenlijk voor Vaderdag. Dus je staat op plek nummer 4. Dus de kans is erg groot dat je niet mee kan. Bonjour iedereen. Nu zullen jullie wel denken, wie is dit? Ik mis jullie helemaal, want ik ben hier maar 1 keer in de 3 weken. Dus ik dacht, ik neem jullie weer even mee. Maar dit is echt hilarisch wat jullie nu gaan zien. Dus blijf even kijken. Maar check mijn leuke jurkje. Of nou ja, dat is echt heel gek om te zeggen. Maar ik heb gemanifesteerd, want het was eerst hier koud. En nu schijnt de zon. Maar Fabienne is er ook. Maar we zijn toch wat hilarisch aan het doen. Vee is even weg. Dus vandaar dat wij natuurlijk ook, kijk hoe mooi. Vandaar dat we ook gekke dingen aan het doen zijn. Nee, grapje. Want wij wilden buiten werken. Nou, ik had mijn schoenen al aan. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal, want ik heb jullie gemist. Oké. We moeten even context geven hier nou. Hoe overleef je werken bij Valide als het lekker weer is? En werkt... Oh, het werkt echt heel goed. Het is mijn mini-studio. Wat een live. Mijn benen kunnen in de zon. Die is echt nodig. Oh ja, zullen we dat even... before van de benen. Zo meteen de after. Nou, die van mij die zijn dus 2 dagen geleden heel erg verbrand op stal. Dus ik ga gewoon wel met mijn benen onder de tafel. Maar kijk, ik heb gewoon een studiootje. Die HelloFresh, jongen. HelloFresh. Voor alles goed. Voor alles goed. HelloFresh, sponsor, sponsor ons. Oké, ik ga jullie nog even de paardjes denk laten zien. Ik neem ze denk ik even mee naar de paardjes, ja. Want die stonden net echt heel cute. Ik ben echt heel lief met z'n allen aan het... Ga je meelopen? Ja. We werken toch al hard. Zeker. We gaan even leuke... Even hooi eruit. Kijk. We doen even zo, mijn hand zo. En nu komen de mooie shotjes. Wat ga jij doen vandaag? Reels maken. Die maken. Geweldig. Vet goed. Hij staat nog open. Kijk. Ja. Oh, nou, ik weet niet of je het ziet, maar jij bent lekker met reels bezig. Ja. Yes. Vet leuk. En ik heb mijn laptop dicht. Ik stop ermee, denk ik. Wat gaat u doen? Ik stop ermee, denk ik. Oh, echt? Ja. Ben je al klaar voor vandaag? Ja, ben ik klaar voor vandaag. Okay. Het is 1 uur, denk ik. Ja, precies 1 uur. Wow. Wat een goeie. Nee, ik ga cursusje. De Instagram cursus. Als mensen de Instagram cursus nog niet hebben, koop hem. Want hij wordt nu helemaal weer geüpdate. En met allemaal nieuwe voorbeelden en alles helemaal nieuw. En je krijgt nu ook, wow, ik weet niet of dit Engels is, maar je krijgt nu ook maandelijkse updates. Dus vet nice. Super nice. Hallo, het is woensdagavond. Ik heb netje opgezadeld. Oh, deze batterij knippert. En Noek is Mar aan het opzadelen, want we gaan lekker samen op buitenrit. Ik ga morgen op vakantie, dus het was wel leuk als we samen nog even op buitenrit konden gaan. Doe ik een broodje op. Vandaag heb ik een tweede aflevering van Inspiratie Huisvestingsserie opgenomen. Dus vandaar dat we daar druk mee waren. En ik hoop dat het een leuke buitenrit wordt. Het is, we gaan wel vrij laat, omdat het natuurlijk heel warm was vandaag. En ik heb een route van, als we een beetje doorrijden, 1 uur in ons hoofd. En dan redden we het net qua daglicht als het goed is. Ik ook dat ik 0 stappen had gedaan, maar dus wel dat ik tempo had. Oh, echt? Dat ik wel dat ik niet zo inderdaad. Ja, zusje. Ik heb een handje. Jij kent de sproeiers ook wel. Jongen, goed zo. Ja, pupje. Hey. Goed hoor. Hey zus. Ja. Altijd een eng stukje dit, hè. Zullen wij een keer een hek openen? Ja, moet je ook leren. Daar ben ik wel echt blij mee, dat hij qua opstappen heel relaxed is.
Even een drafje doen. Oh, een zwijn. Oké, nou, we zijn er komen dus één tegen. Oh, met baby's volgens mij. Nou, dan gaan we even een andere richting op. Kom, ik dat op. Goed zo, rustig maar, rustig. Hartje. Kan jij met Mar eerst even blijven? Kom maar. Zag. Ja, goed zo, ga die kant op. Loop maar. Hij staat ook wel echt net iets te dicht op het pad. Ja. Ik zag iets zo zwart. Toen dacht ik, nee, het zal wel gewoon een boomstronk zijn. En toen zag Natje het ook en toen zag ik hem bewegen en dacht ik het. Sad. Ja. Maar ja, hier kan je nog een andere route pakken. Maar sommige heb je gewoon dat je geen andere weg op kan. Nou ja, zeker nu met die warmte. Je wordt gewoon wakker. Ik kan sowieso wakker. Oeh, een hertje. Oh ja. Kom maar. Oeh, een hertje. Oh, rustig. Ja. Hertjes zijn vriendjes. Oh, maar moet wel echt even. Maar je bent een stabiele factor. Gewoon goed tussen twee teugels en twee benen houden. Oh, jammer, want ik wilde daar gaan galopperen, maar ik ga niet met dit paard nu galopperen. Kom. Goed zo, braaf. Oh, maar. Kom maar. Ik denk dat ik even ga afstappen, want deze gaat echt exploderen straks, denk ik. Kom maar. Kom maar eventjes. Goed zo. Auw, niet op mijn voet staan. Ja. Ik ben op aan het dansen. Ja, echt zo. Ik loop al maanden te roepen, ik zie geen wild, ik zie geen wild. Het is mijn laatste buitenritje voor de vakantie. Maar ik ben ook nog nooit zo laat geweest, denk ik. Oh, het gaat goed, jongens. Braaf, jongen. Oeh, workout. Super. Super, jongen. Braaf, zo. Rustig maar. Goed zo. Dus hier links om het hoekje, maar dan hebben we niet super lang, want dat tweede deel gaat een beetje naar beneden. Ja. Dus dan zullen we hier vast een drafje doen en dan voel ik even aan hoe die is dan, of ik ga galopperen of niet. Ja, is goed. Want ik heb hier ook wel eens ooit een zwijn tegengekomen. Dus als die in galop natuurlijk een zwijn tegenkomt, dan wat denken we ervan, Nartje? Ik geef gewoon benen en ik zie wel. Zullen we gewoon even Marja eerst? We zijn nu bijna thuis, dus zullen we dit gewoon even niet nu doen? Oh ja, daar loopt. Oh, een. Oh, zwijntjes ook weer, denk ik. Oh god. Oh, een hele grote. Echt? Ja, die staat er rechts van het pad. Oh ja. Loopt die weg? Oh, braaf. Oh, rustig jongen, rustig maar, braaf. Zachtjes. Oh, met loop alsjeblieft en Mar door. Ja. Deze komt omhoog anders. Oh ja, allemaal kleintjes. Lopen? Ja, maar staat hij daarnaast of niet? Ja, oh, staat braaf. Pad, oh, braaf. Ik stap wel af hoor, want dan ga ik eruit van. Goed, super jongen. Wij gaan nooit meer zo laat rijden. Oh, maar. Heel braaf gedaan. Kom maar. Kom maar. Ik dacht eerst dat het een konijn was. Ik dacht, nee, dat is te groot voor een konijn, maar te klein voor een hert of zo. Ja. Kom maar. Nou, goed. Ook een. Ho, ho. Een soort van goed dat hij nu kwam. En niet
op de heenweg, dan hadden we natuurlijk ook nooit meer. We moeten wel nog het hek dicht doen, Nutsch. Kom maar, goed zo. Ja, dit gaat natuurlijk nooit meer lukken. Hè? Goed zo, braaf. Heel goed, klein stukje nog. Zo. Ja. Voorzichtig. Ah, voorzichtig, jongens. Oh, baby. Doe best mee toch, jongens? Ja. Rustig maar. Oh, die kleine moeders zijn ook echt wel rustig. Ja, nou, dat is altijd kut als je die kleintjes erbij hebt, want dan weet je ook nooit zo goed wat ze gaan doen. Wil jij erop hier trouwens? Nee, ik loop er wel even langs. Goed zo, hè. Nee, nou, daar ben ik heel Maar wel vind ik al dicht. Ja, nou, we hebben natuurlijk wel één keer gehad dat hij werd aangevallen door een zwijn. Dus sindsdien vertrouw ik het niet meer. Ja, toen ik op Arena zat en ik zo'n buitenring met zo'n kindje deed. Oh. Toen kwamen we eerst een hele grote groep met... Een kat in het buitenland thuis. Met echt een miljoen baby's gezien. Mm-hmm. Zachtjes. Ik kom even staan. Zo. En nou, toen waren ze daar al lijf van. En vooral Arena natuurlijk. Ja. En toen zat ik er eindelijk weer op. Want ik was ook afgestapt bij Arena, want ik wist ook niet wat hij ging doen. Mm. En toen hadden we op een gegeven moment dus inderdaad, wat ik zei, zo'n stuk waar we een drafje aan doen waren. En dat er toen achter de bordjes in één keer eentje stond. Oh. Dus schrokken die paarden natuurlijk ook. En die zwijn, dat schrok ook. Ja. En die draait zich om. En volgens mij hadden wij toen ook echt even snel afgestapt. Ja. Want ik dacht, ja, ik heb op dat moment, normaal op Mar heb ik zoiets, ik blijf zitten. Maar bij Arena had ik zoiets, ja, ik wil gewoon niet dat zij er vandoor gaat met mij erop. En met dat meisje natuurlijk ook nog eens. Ja. Dan liever, laat dan liever die paarden gaan dan dat wij erop zitten. Ja, snap ik. In dat geval. Dus we waren snel afgestapt en toen draaide dat zwijn zich om zo te kijken. En die rende toen op ons af. En die ging echt, toen zag ik echt mijn leven voorbij flitsen. En ik dacht ook echt van, wat de fuck moet ik nu doen, weet je wel? Dus dan verstijf je, want je ziet dat deze lekker op je afrennen. En echt 2 meter voor ons draaide die zich in één keer om en ging die weer terug. Waarschijnlijk een soort waarschuwing. Ja. Dus het kan zijn dat hij dan daar in zijn eentje was, maar dat verderop zijn family of zo was, weet je wel. Ja. En toen dacht ik echt, holy fuck. Ja. En sindsdien, want Mar was daarvoor nooit bang voor zwijnen. Sindsdien was hij er heel bang voor. En toen we hier gingen wonen, kwamen ze ook vaak tegen. En eigenlijk hoe vaker ze tegenkwamen, hoe minder bang die was. Dus dat was dan wel fijn. Ja. Maar ja, nu zijn we ze al heel lang niet meer tegengekomen en Mar en Nutsch doet een beetje lijp en het is laat en ze hebben kleintjes en zo. Ja, dat was... Kom maar. We zijn weer terug. Nog steeds batterij aan het knipperen. Ik hoop dat hij het nog eventjes volhoudt. We kwamen om 9:45 terug en zoals jullie gezien hebben, heb ik een beetje gejinxed. Want we zijn 2 keer moeder, waarschijnlijk moeder zwijn of misschien vader zwijn, met baby's tegengekomen. Redelijk aan het begin en aan het eind ook nog eventjes een keer. En ook nog halverwege een hertje. En dat eerste zwijn, nou, dat was natuurlijk voor Nutsch de allereerste keer dat hij zoiets meemaakte. In het bos tenminste. Dan is er ook wel dat varken bij Wesley, heeft hij ook wel schimmer, daar was hij ook erg bang voor. Toen konden we nog best wel makkelijk een ander pad kiezen. Die tweede keer met het hert was een beetje jammer, want dat is eigenlijk mijn favoriete galoppad als ik dat hondje doe. En toen deed hij ook een beetje lijp, dat ik denk het is een hert, doe rustig. En de laatste keer was echt vlak voordat we uit het bos natuurlijk gingen. Dus dat schiet dan ook niet zo erg op. Even tussendoor, maar Nutsch is die sprietjes daar zo aan het eten. Het ziet er echt heel schattig zo over. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn weer in Dronten. Ja. Volgende maand ook al. Zo kom je er nooit en zo weer de 2 keer. We staan nu wel aan de andere kant geparkeerd. Dus ja, het is helemaal een nieuwe experience op dit moment. We zijn weer bij de Flevodrome. En deze keer met heerlijk weer. En als het goed is, woont er ook wel iets in de buitenbak, denk ik. Ja, het was een springclinic. Maar die was dan vanmiddag. Eventing clinic. Ja, want vandaag is dus het Eris Experience. Nog iets. Ik weet het niet meer. Innovation iets. In ieder geval een evenement opgezet voor en door studenten. Door studenten dus van hippische bedrijfskunde, als ik het goed heb. En omdat ik natuurlijk zelf ook hippische bedrijfskunde heb gedaan, was ik uitgenodigd om vandaag dus langs te komen. Ook om een Q&A te geven. Eigenlijk eerst een presentatie, maar
ik hou niet zoveel van presentaties geven. Want dan vind ik het altijd lastig met, nou, wat wil de doelgroep nou precies zien van deze presentaties. Dus dan vind ik het leuker om gewoon een Q&A te doen, zodat het publiek dan gewoon zijn vragen kan stellen. Dat moet ik 1 keer doen voor de Nederlandse studenten en 1 keer voor de Engelse taligen. Voornamelijk Duits is dat dan, studenten. Maar daarvan moeten we even kijken met hoeveel er zijn. Want als er echt van maar eentje van is, dan gaat dat niet door. En voor de rest hebben ze dus allemaal andere lezingen. Je had nog gelezen over ook hoofdstel en bitten nog iets. Ja, en zadelpassen en ja. Fit. Ja, in ieder geval als het goed is allemaal gerelateerd aan allemaal innovaties. Ja. En er zijn dus ook clinics en waaronder Jolande Adelaar gaat dressuur doen. Alice Nijber-Lozenman deed dan eventing. En Lambert Lazeur die deed springen dan. We weten alleen niet zeker, waarschijnlijk kunnen we Alice niet zien, want die is echt pas laat in de middag. En ik vlieg vanavond naar Schotland toe. Dus ik moet wel een soort van op tijd terug. Want ik moet nog mijn koffer pakken en ik moet nog heel veel doen eigenlijk. En dan natuurlijk gewoon de trein en mijn vliegtuig überhaupt halen. Dus we zijn hier de komende paar uur. Zijn we nog wel. Gaan we lekker filmen voor jullie. En het doel van dit, waardoor ik hier ben buiten de Q&A, is natuurlijk ook even laten weten. Hippische bedrijfskunde is natuurlijk een paardgerelateerde bedrijfskundeopleiding. Maar het is echt 70% bedrijfskunde en maar 30% paard. Dus het is echt gewoon een bedrijfskundeopleiding. Met wat paarden sausjes eroverheen. Maar ja, je leert hier niet om een paard te poetsen of iets anders of zo. Dus of stallen uitmesten, dat leer je hier allemaal niet. Dus als jij voor bedrijfskunde wil gaan, dan zit je hier goed. En als we dan binnenkomen... Oeh, er loopt een fotograaf rond. En Vriendin loopt ook rond, dus dat weet je dat ook. Want we zijn al bezig met iets. Ah, het is best wel druk zo. Nadat we ons hadden aangemeld en een rondleiding hadden gekregen, hebben we zelf nog een beetje rondgelopen, wat beelden gemaakt. En toen zijn we dus bij de dressuurkliniek gaan kijken, want daar kwamen wij Jolande Adelaar natuurlijk tegen. We zijn hier vandaag een bekende tegengekomen. Toen ik zag dat jij kwam, vond ik het helemaal leuk. Ja. Wat is je rol vandaag? Ik mag hier een kliniek geven. Dressuur in. Ja, dressuurkliniek. Ja. En, je hebt de eerste groep al gehad. Ja. Hoe ging dat? Ja, ging goed. Ja, want het geluid was nog een beetje testen hoe het... sommige deelnemers konden het niet horen. Maar nou heb ik net... Ja, misschien niet zo interessant om te vertellen. Maar dat is iets technisch. Maar verder ging het goed. Ja, precies. En waar kijk je nou echt bij de deelnemers naar? Ja, naar misschien eigen problemen of... Ik vraag aan iedereen waar ze aan willen werken. Want je kent een combinatie natuurlijk niet heel goed. Dus dat moet je wel heel even... in een hele korte tijd even checken of je ze ergens mee kan helpen. Yeah. Dus ik vraag altijd wel heel direct van waar wil je vandaag aan werken? Want ik kan dat niet zomaar, ik ben geen helderziende van dat paard dat heeft dit nodig of zo. Dus dat is wel handig als ze En hou je er ook nog rekening mee, want je geeft natuurlijk maar 1 kliniek les aan ze. Het is niet alsof je ze vervolgens ook thuis nog gaat begeleiden. Ja. Dus hoe pak je dat dan aan? Want ze moeten denk ik ook wel weer handvaten meekrijgen die ze thuis weer verder kunnen gebruiken. Ja. Ja, dat kunnen ze met hun eigen instructeur kunnen ze er verder mee werken. Maar ik probeer ze altijd tips mee te geven dat ik denk van nou, misschien hebben ze dat nog niet gehoord. Oh ja. Ik ben soms jouw visie. Ja, dat ik een beetje anders ben. Bijvoorbeeld een keer met van probeer het een keer met voer of zo of iets. Dat is heel anders. Dat ze denken, oh, dat is. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee, mijn eigen instructeur. Ja. Nou, leuk. Ik ben benieuwd naar wat je allemaal gaat doen. Ik zag alweer de volgende binnenkomen. Ja. Dus heel veel succes nog met je clinics. Dankjewel. Zoals ik eerder vertelde, wordt het evenement georganiseerd voor en door studenten. Dus ik sprak Elke, een student van de opleiding. Ik heb Elke even gestrikt voor jullie. Ik ken Elke al wat langer dan vandaag. Jij zit hier op de opleiding. Ja. Derdejaars, hè? Ja, klopt. En jullie moeten dus met de derdejaars studenten dit evenement organiseren. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, zowel de Nederlandse klas als de internationale klas. Want ik studeer International Equine Business Management. International girl. International, yes. die hebben allebei een vak over event management. En daarvan is eigenlijk een van de onderdelen dus het organiseren van een evenement. En nu staan we hier. Dat is redelijk gelukt. Hoe is dit evenement ontstaan? Of hoe hebben jullie bedacht dat jullie dit wilden organiseren? Want wij hebben toendertijd Horse and Picture volgens mij georganiseerd. Dat was een clinic en een fotografie iets in één. Ook best leuk. Dus hoe zijn jullie tot op dit idee gekomen? Ja, dat was eigenlijk een beetje vanuit de docenten. We hebben nu een samenwerking tussen Eris, de nieuwe locatie van de Flevodroom. Mm-hmm. En dan nog paardenplaatsen op PCD. Maar dat zit allemaal hierachter. Ja. Dus eigenlijk was het een idee vanuit Eris om dan het op deze locatie te doen. Ja, en dan ook wel echt een wat groter evenement te maken. Ja. En kan je lekker naar binnen toe, want het is hier echt prima te doen, terwijl het vandaag echt weer 30 graden wordt. Ja.
Het is hier binnen lekker cool. Het is hier best wel prima te doen, inderdaad. Ja. Ja, dus, ja, en toen moesten we eigenlijk een beetje een onderwerp bedenken. En toen zaten onze klas al te denken aan innovatie. En de andere klas aan ja, met basis naar de topsport. Mm-hmm. En dat hebben we toen toch een beetje samengebracht. Ja. Door in de ene bank, bak met basis naar de topsport. En hier eigenlijk ook, maar ook een beetje innovatie. Ja. En hebben we nog een kleine innovatiemarkt staan met een paar stands met, ja. met bedrijven die innovatieve spullen mee hebben genomen. Ja. Want wat gebeurt er nu achter ons? Hier is nu een fitcheck gaande. Mm-hmm. Dus dan gaan ze gewoon kijken naar het paard, naar de conditie van het paard. Ja. Maar dat wordt door Monique gegeven. Ja. Monique is docent, maar ook oud dierenarts, toch? Ja, klopt. Ja. Monique is, ik geloof, 20 jaar dierenarts geweest. En nu al een tijdje docent hier op school. Mm-hmm. En Mari, die is nu nieuw als docent op school, die is ook dierenarts geweest. Mm-hmm. En die geven nu dus samen hier een demo. Ja, leuk. Interessant, denk ik wel. Ja. Op dit evenement waren er dus op 3 locaties tegelijkertijd iets te doen of iets te zien. In de ene bak waren dus de dressuurspring en eventing clinic bezig. En in de andere bak waar jullie nu naar kijken waren dus dingen zoals exterieurbepaling, anatomie en nog heel veel meer schriktraining volgens mij ook. En dan was er ook nog boven de lezingsruimte. We kregen hier namelijk een lezing over hoofdstijl en bitfitten, wat ontzettend interessant was. En ik heb echt heel erg veel geleerd, dus dat ga ik gelijk thuis even toepassen. En terwijl de mensen aan het losrijden waren voor de springclinic, had ik dus mijn eerste Q&A. In het Nederlands. En die ging eigenlijk best wel fijn. Ik hoop dat ik leuke dingen verteld heb. De springclinic was dus ondertussen begonnen. Het zag er ook echt super leuk uit. Want de bak was heel gaaf aangekleed met een heel mooi parcours. En volgens mij heeft iedereen het naar hun zin gehad. En ja, de Q&A ging ook heel erg fijn. Dus dat was top. Oké, jongens. Ik zat net boven en Feline is nu presentatie aan het geven. Maar ik zag Anna hier zo inrijden. En ik heb jou net ook al voorbij zien komen. Met jouw eigen paardje. Wie hebben we hierbij? Het is just a girl like lady, oftewel gewoon lady, om mm-hmm. makkelijk te houden. En ze is 9 jaar oud en al sinds dat ze 2 is in ons zit en we rijden voornamelijk event. Oké, dus je hebt er al een tijdje? Ja. Ze heeft echt met jou meegegroeid eigenlijk? Ja. Superleuk. Heel veel geleerd er ook van. Ja? Ja. Want is zij jou ook jouw eerste eigen paard? Ja, ook ja. Oké. Okay. Ik ben ook een nakomeling van de... Oh, echt waar? Ja. Wat leuk. En ik zag net dat jullie ook een soort van vetcheck aan het doen waren. Ja, klopt dat? Ja, kun je ja. me daar wat meer over vertellen? Want ik zag het wel voorbij komen, maar wat was eigenlijk het doel van die... Nou, we wilden niet echt een vetcheck, maar echt... ja, stel je loopt op een paardenmarkt, mm-hmm. waar kijk je dan naar of je paard fit is? Weet je wel, de vacht, mm-hmm. de body... Het exterieur eigenlijk. Ja. En je gaat zo meteen de eventing clinic rijden? Ik ga springen. Oh, springen? Ja. Superleuk, want ze zijn nu ook al bezig. Ja. Leuk. Benieuwd. Heb je er zin in? Ik vind het wel spannend. Ja? Ja. Want wat vind je het spannend? Is. Ja, ja, dat je voor mensen moet doen. Ja. Maar doe je ook wedstrijden inspringen? Ja, ook. Oké, okay, nou, dus je bent wel gewend dat mensen naar je kijken als je bezig bent. En dat is toch anders. Ja. Ja. En heb je ook dingen waar je aan wil werken tijdens die clinic? Mijn ritme houden. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel en heel veel succes zo meteen. Terwijl Fabienne Anna buiten aan het interviewen was, was binnen natuurlijk nog steeds de springclinic gaande. En terwijl binnen de springclinic gaande was, had ik boven mijn tweede Q&A. Eerst was er sprake van dat we die eventueel niet door lieten gaan, omdat er te weinig internationale hippische studenten waren. Maar er waren wel andere internationale studenten, namelijk die van, volgens mij uit mijn hoofd, International Food Business. Dat is een opleiding die dus volledig Engelstalig is. Maar uit mijn hoofd is het zo dat studenten uit Nederland een half jaar naar Canada gaan en de studenten uit Canada dus een half jaar naar Nederland gaan. Dus er zaten ook heel veel Canadese studenten tussen die weer met hele ander soort vragen kwamen dan het publiek die ik hiervoor had, wat voornamelijk natuurlijk paardenmensen was. Dus dat was ook weer een hele interessante Q&A. Kortom, ik vond het echt een super geslaagd evenement en het was heel erg leuk om aanwezig te zijn. Het is hier een pissie chaos, want ik ben aan het inpakken voor mijn vakantie. Maar ik wilde jullie deze nog even laten zien. Wellicht heb je hem op Instagram al voorbij zien komen. Maar ik mocht deze weer uitkiezen voor fotocadeau, eigenlijk voor Vaderdag. Maar ja, ik hoef mijn vader dit niet te geven, dus ik heb hem lekker voor mezelf gedaan. Zet ik zo'n flapje aan de achterkant, zodat je hem eventueel neer kan zetten. Maar, zoals ik zei, voor Vaderdag. Vaderdag komt eraan. Waarschijnlijk als deze vlog online staat, is Vaderdag al geweest. Maar uiteraard heb ik gewoon kortingscode voor jullie. Dus met fotocadeau. Zo, met fotocadeau. Met Flinehoi 70 krijg je 70% korting op je bestelling bij fotocadeau. Het was dus voor Vaderdag, maar deze vlog komt helaas
later na Vaderdag online. Maar de code geldt wel tot 30 juni. Dus of verlaat Vaderdag cadeautje of je gebruikt hem gewoon lekker voor jezelf of voor iemand anders. Hij is geldig op alle producten met een eigen foto op de website. Dus het maakt niet uit of je een foto in lijst doet zoals ik heb. Of dat je hexagons doet of dat je tuinposters doet. Of dat je kookfornuisplaat, inductiebeschermer dingen doet. Of alle andere opties die ze daar hebben. Dus met de code VLINOI70 krijg je weer 70% korting. En ik weet dat heel veel van jullie er altijd heel erg graag van gebruik maken. Dus hij werkt bij deze weer. Tot 30 juli dus. Oké, jongens. We zijn even een tijdje verder. En ik moet jullie nog best wel bijpraten. Maar ik heb een vliegtuig om te halen. Wie ziet dat ik het ooit zo zou gaan zeggen. Net alsof je in een film zit of zo. Maar ik moet nu weggaan. Maar natuurlijk ook eventjes doei zeggen tegen de kinderen. Die worden lekker verzorgd door Noek. Die is er nu met Thomas, haar vriend. Die doen ze vandaag en morgen. En dan de rest van de week doet Carmen ze. Hoi schatjes. Gedraag jullie deze week. Oh ja. Ja, je bent lief. Ze zijn allebei lief. Lekker samen eten. Zusje natuurlijk ook, hè. Ja, zusje natuurlijk ook. Tot volgende week. Dag liefjes. Mar, die wordt natuurlijk gewoon gedaan door Noek. Die gaat lekker gaan logeren, rondwerken. Buitenritje doen. Nasje heeft een soort van semi-vrij. Vertrouw andere mensen wel met hem. Maar hem niet per se met andere mensen. Dus Femke, mijn instructrice, die komt één dag om hem even te logeren. Dus dat is wel heel erg fijn. Want aan de ene kant is het natuurlijk wel goed om je paard ook eventjes vrij te geven. Maar Nartje heeft al best wel veel vrij. En hij wordt juist een beetje vervelend als hij te veel vrij heeft. Dus het is wel een paard die natuurlijk echt even gewoon dingen moet blijven doen. Ik neem de vlogcamera mee. Dus ik zie jullie straks op Schiphol waarschijnlijk. Goedemorgen. Het is de volgende dag. En ik heb zoveel stress afgelopen 12... Nou oké, ik heb de afgelopen uren geslapen. Maar de afgelopen 24 uur gehad. Ik sta op het moment bij een kasteel in Schotland. En ik dacht, misschien is het wel handig als ik nog eventjes vertel hoe en wat. Voordat ik de vlog ga afsluiten. En dan de volgende vlog, want ik heb dus de vlogcamera meegenomen en de drone. Laat ik jullie wat meer van Schotland zien. Het wordt niet echt vakantievlogs of zo, maar gewoon even wat highlights. We waren natuurlijk in Toronto geweest bij het evenement. Het was super leuk. Ik heb daarna ook Alisa Merloosman nog even gesproken. Die konden we helaas niet haar kliniek bekijken omdat ik dus op tijd naar huis moest. Omdat ik mijn spullen moest pakken. Omdat ik naar Schotland vloog. Shurti heeft namelijk afgelopen week hier cursus gehad. Voor zijn werk natuurlijk. En toen we dat een paar maanden geleden hoorden dat hij hier cursus had, dachten we nou misschien leuk om dan een weekje eraan vast te plakken. Zodat we ook nog op vakantie kunnen. Shurti was vorige week al met de auto, met onze eigen auto, hierheen gereden. Met de boot natuurlijk. Zodat de auto hier alvast was. En ik vloog dan gisteren over. En dan hebben we dus nu onze eigen auto hier. Zodat wij een rondrit door Schotland gaan maken. De Sjoerd heeft me ook opgehaald natuurlijk en zo. Dus ik moest dus op tijd mijn spullen pakken. En kon niet tot het einde blijven. Want er was ook nog een barbecue en een afterparty. En nou, dat ging allemaal natuurlijk niet. Dus eenmaal thuis moest ik heel snel mijn spullen pakken. En Noek was er, want die ging dan voor de dieren één dag zorgen. Want Carmen was naar een concert van Beyoncé. Dus die doet dan de rest van de week doet ze. Nu gelukkig weten Carmen en Noek natuurlijk allemaal. Die hebben dit al veel vaker gedaan. Dus die hoef ik niet hele erge instructies of zo te geven. Maar toen ging ik dus naar het vliegtuig toe. Naar Schiphol. En ik had in de trein dan online ingecheckt. Maar ik vlieg niet superveel. En misschien, ja, ik denk dat ik één keer per jaar of zo vlieg. En misschien is dat voor andere mensen heel veel hoor. Maar ja, Shorty vliegt natuurlijk elke 5 weken. Dus dat vind ik veel. Dus ik heb ook weer niet zo extreem veel verstand overal van. Dus mijn zitplek stond op standby. Dus ik dacht, nou oké, het zal wel. Misschien omdat ik zo pas een half uur van tevoren dat ik er ben heb ingecheckt. En toen kwam ik daar dus aan. Want ik vloog oorspronkelijk met alleen handbagage. Maar dat ging natuurlijk echt niet passen. Dus ik wilde ruim bagage bijboeken. En toen zei ze dus van ja, de vlucht is overgeboekt. Volgeboekt, hoe noem je dat? Overgeboekt. Dus je staat op plek nummer 4. Dus de kans is erg groot dat je niet mee kan. En toen dacht ik echt, ja, dag. En toen moest ik gewoon janken. Gewoon, natuurlijk ook omdat je heel graag hierheen wil. Want je hebt maar een week. Dus je wil, en je wil ook Sjoerd zien en zo. Dus je, maar ook vooral omdat ik zo erg gehaast heb die dag. En zo afgeraffeld alles heb. Dat ik dacht, ja sorry, maar dan heb ik echt alles voor niks gedaan. Dus het was meer een beetje stress die er toen uitkwam. Dus toen ging ik half beheld naar de incheckbalie.
Want ze zei van, nou, dan moet je daar maar eventjes kijken of het nog iets kan. En toen, omdat ik daar als eerste aankwam, stond ik in één keer als op eerste plek van overgeboekt in plaats van op plek nummer 4. En uiteindelijk konden er dus 3 mee. Dus ik heb echt superveel geluk gehad dat ik in één keer als eerste werd gerekend in plaats van als 4e. Maar ik heb dus wel tot aan het moment dat ik eigenlijk een half uur voordat we gingen borden, heb ik echt heel veel stress gehad. Want ja, je wist gewoon niet waar je aan toe was. En ik moest dus nog 2 video's editen. En dat was eerst mijn plan om op Schiphol te gaan doen. Maar ja, ik zat natuurlijk in mijn hoofd nu bij zoveel andere dingen. En ik moest ook constant opletten, want ik moest kijken of ik natuurlijk opgeroepen werd. En dat, of het veranderd werd en zo. Dus ja, een beetje een chaotische dag. Maar goed, we zijn gisteren aangekomen in Schotland. We hebben in het hotel overnacht waar Sjoerd de afgelopen week in heeft gezeten. En vanaf vandaag begint dan de rondreis. En we zijn nu bij het eerste kasteel aangekomen. En het is echt prachtig weer. Echt heerlijk. Want normaal gesproken regent het natuurlijk echt super vaak in Schotland en Engeland en zo. Maar we zijn heel erg getroffen met het weer. Dus ik wilde jullie even deze update nog geven voordat ik deze vlog ga afsluiten. Sjoerd en ik gaan na deze vakantie 2 podcasts opnemen. Omdat de vakanties van Anne en mij niet goed lopen. Dat ik nog zeg maar met SME podcast op kan nemen. Dus wij gaan lekker onze vakantie bespreken in de podcast. En ik ga dus ook wel een beetje vloggen. En veel hopelijk met de drone vliegen. Om in de volgende vlog dus nog wat leuk beeld van het hotel te delen. Dus bedankt voor het kijken van deze vlog. En ik zie jullie nog graag volgende keer weer. Doei!